Salam Poso Moharjo, een van de grootste Javaanse leiders. Een leider die alles voor zijn partij, volk en land over heeft. Een leider die zeer sociaal bewogen is. Een leider die een partij leidt die nooit slaapt. Een 70-jarige leider die ook nog een potje kan voetballen. Een leider die zeer trots is op zichzelf. Een leider die er alles van weet om altijd in de coalitie te blijven. Een zelfverzekerde leider. Salam, Paul Somoharjo. Equipment. Equipment David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551-8569. Welkom kijkers, welkom meneer Salam Somoharjo. Hoe gaat het met u? Goed, goed. Alles goed? Ja, alles goed, ik had hem nog. Ja, dat heb ik gemerkt. Meneer Somoharjo, ik wil je alvast vragen als ik om sommer mag zeggen. Mag alles zeggen. Mag alles. Oké, dan wil ik u alvast feliciteren met die Bigisma Day die jullie hebben georganiseerd. We waren zelf daar en het was met die kleine foutjes. Overal waar er gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar ik wil u alvast feliciteren. En we waren ook daar, dus we hebben beelden geschoten. Dus we gaan nu even kijken naar die beelden. Aisrana Fawaka Aisrana
van waka nanga yupichi de umasma van waka manengre den bijisma van waka natapsei van waka na fotosei abra liba Fawaka is de tide Tamara Suriname, jouw hart is gespleten. Nu wil het wijs zijn en toch niet weten. Suriname, wat wil je? Wat zoek je? In hemelsnaam. Waar is het leven begonnen? Mijn leven? Ja, ja, ja. Ik ben geboren in Paramaribo. Geboren in Paramaribo. En de geschiedenis wil hebben dus dat ik na 6 maanden kwam te ontvallen. En mijn moeder had mijn oma beloofd, ja, want toen wanneer ze een kind kreeg, ik kwam dat te ontvallen, tweede, en ik was voor de derde zijn. Ik dacht, nou, dit keer, als ik weer in verwachting mag zijn, mag ik dat kind hebben. Want natuurlijk houdt elke moeder van haar kind en ze deed net alsof er niks aan de hand was, de belofte was te vergeten. En na 6 maanden kwam te ontvallen. En werd bekendgemaakt, ik zou dan begraven worden, zegt de geschiedenis. Ja, kwam mijn oma en zei van, ja, was je bij mij, dan zou je misschien nog in leven zijn. Op dat moment bewoog ik en dan werd ik dan direct gebracht naar Komewijnen. Dus ik ben geboren in Paramaribo en opgetogen in Komewijnen. Dus het heeft zijn goede zijde, want takutja wamboen. Want als ik niet in Komewijnen was opgetogen of opgegroeid, zou ik misschien de zeden en de gewoonten van de Javaanse cultuur niet kennen. Ja. Eén en twee, ik zou misschien niet de leider zijn. Mm-hmm. Ik zou daar opgegroeid zijn zoals mijn broers allemaal in Paramaribo. En dan heb ik een dubbele opvoeding. Mm-hmm. Eén in Komewijnen, de Aziatische opvoeding. Mm-hmm. Twee, elke vrijdag moest ik naar school gaan. Elke in de stad op school gaan. En in de weekenden kom ik terug. Dus ik heb dan de Aziatische opvoeding en de Westerse opvoeding. Mm-hmm. En ook wat geloof betreft. Bij mijn grootouders heb ik de islamische opvoeding en op school had ik de katholieke opvoeding. Dus ik heb de Bijbel zoals de Koran heel goed. Ik wil even teruggaan. Dus ze hadden u eigenlijk al opgegeven, dus u bent didikba. Dus zo'n verhaal, ik heb dat niet meegemaakt. Dus bij 6 maanden was u niet meer in leven. Die oma Tiki. Ja, ik ben Tjamika Komewijnen. En ik heette in mijn familie Sla met Paul Somhajo. En de Danyang, de Dukun van Komewijnen, waar ik vertoefd in op Virzorg, zei van, ik moet de naam veranderen, zei ik mijn oma. En zo is de naam van Slamet naar Salam. Oh, Salam. En wat betekent Salam? Ja, Salam betekent ook gelukkig. En Slamet ook gelukkig. Maar Salam is in het Arabisch. Oh, Arabisch. Ja. Welke buurt bent u opgegroeid? Nou, ik ben in de buurt van Zorgvliet, Verre Zorg-Leendal. Mm-hmm. Dus ik ken Komewijnen heel goed. Mm-hmm. Als klein jongen moest ik zelf lopen om naar de film te gaan op Marienburg. Mm-hmm. Ja. En hoe was het in die buurt? Nou, de buurt was, het was een als klein jongen, een goede buurt. Ja, een rustige buurt. Mm-hmm. Ik ken de kinderen van het kinderreis Leendal. En zo zijn we samen opgegroeid. Ja. En die ouders zijn nog in leven? Mijn ouders niet meer, dus ik ben nog 70. Dus. Dat zou nog een wonder zijn. Ik moet nu overdragen. Ja. Ja. En hoe groot is die familie? Nou, heel groot. Ja. Ik ben zelf met onze 10. Ja, dus 6 jongens, 4 meisjes. Ja. 1 is komen te ontvallen. We zijn nog met onze 9. 9. En u bent de derde? Nee, ik ben niet de derde. Ik ben de eerste. Oh, de eerste? Ik ben de derde die
geboren en lief. Oh, oké. Dat derde keer mee, man. Aha. Dat ben ik al niet meer. Maar eerste, tweede ben ik weg, man. Oh, ja, dus wang, lang, eerste en tweede, wang, dede. Ja, en dan ben je, en dan is dat ook met jou gepaard, ik kom en dan beloofde... Dan naam bij jou. En dan beloofde mijn moeder, dat man, die is lazy, ik ben kieswam tjimbaga, dat naf je oma. Oh. Maar mijn man hoor een woord. Ik blijf er niet in. Sommo, oom Sommo, heb je leuke herinneringen uit die tijd? Ja, in Kamerwijnen. Mijn leuke herinnering was vrijdagmiddag was mijn happy day. Mm-hmm. Want ik ga terug naar Kamerwijnen. Mm-hmm. Ja, in Paramaribo moest ik alles delen met mijn negen. Dus Pina, dat we willen gewoon Tsinkrot, we Njank, Bagana, we weten, onze avondmaal is een kopje chocola en drie bollen beschuit. Ja, dan vrijdag met Galkom heet een happy day, want daar kreeg ik alles. Ja. Enigste, ja. Ja, de jongste van mijn oma. Dus dan ben ik eens Alassani, ik zie alles, dus ik was totaal verwend. Mm-hmm. En zondag was mijn verdrietdag. Dus zondag heb ik gewoon draaibag een foto, dan maar. Voor de school moet ik wel dus gaan. Vrijdag was het feest? Ja, erg feest. Zodra ja. Vrijdag zoals... Maar is je zondag naar Sungo? Zondag vanaf maandag, dan ben ik praktisch van mij ook weer. Echt, was een triest dag. Ja, ja. Om Sungo, vijf den score. Hore, na de break. Het is echt tijd voor een nieuwe. Comfortabel, ruim, heerlijk. De service van ProTrade is heel persoonlijk en bij ProTrade vind je kwalitatief en comfortabel meubilair voor elke stijl. Maar ook allerhande spullen om het leven te vergemakkelijken vindt u bij ProTrade. Stap vandaag nog binnen in onze showroom en maak uw keuze. ProTrade. Beautifying your home is our mission. Papa, ik drink en ik palm. Ik ga hier tori, ik ga klaar. Daru. Ah, ben zo'n probleem. Papa keuren wat je pijn moet er aan laten tori. Geen papira, dat is goed hoor ik kaba. Oh, verzekerd boys, ja, dan heb je niet de man die zij moet doen. Even tappen mijn keur mijn motorfiets. Bromfiets, wat je alles aan de keur tappen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor je auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey! Sir, Evert! Evert is snel qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, aan uw andere, papa bol, hinja, troetro keuren. Melk is goed voor elk melk. Ik zeg kinder, ik hou in je schoen voor elk dingje, jongetje. Melk is goed voor elk, melk is goed voor elk. Prolak is goed voor elk, dingje, jongetje. Melk is goed voor elk. Melk is goed voor elk. Prolak is goed voor elk, dingje, jongetje.
Het is pro-life. Pro-life. Probeer het maar. Melk is goed voor elk. Melk is goed voor elk. Pro-life is goed voor elk. Drink in je melk. Melk is goed voor elk. Melk is goed voor elk. Pro-life is goed voor elk. Drink in je melk. Drink in je melk. Drink in je melk. Moet dan alleen maar pro-life voor mij. Drink in je melk. Pro-life. Distributeur Rudisa Agencies. Weer Equipment. Speciaalzaak voor al uw zwaar materieel, onderdelen van alle merken en modellen. Nu uit voorraad leverbaar, hydraulische pompen en onderdelen, swingmotoren en onderdelen, trekkettingen en werkstukken, final drives en onderdelen, maar ook complete machines en overhaulkits. Sprockets, startermotoren, alternators, schaafbakken en buckettanden. Weer Equipment heeft ook bushings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en sealskits, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders. Onderhoud is behoud. Kies voor de specialist. Weer Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859, 551860. Panel PVC Building Systems, uw PVC speciaalzaak. Bij ons bent u terecht voor 10 panel PVC plafond en wandschoten in de afmetingen 10, 20 en 25 cm met een lengte van 5,95 m in wit, gekleurd en met motief. Nieuw in ons assortiment, 10 panel PVC wandschoten met een afmeting van 1 bij 2,95 m. Voor een hypermoderne vloer kiest u voor 10 panel PVC vloerlaminaat in glanshoutpatronen in verschillende tinten. Voor de uitschiet gebruikt u natuurlijk 10 panel PVC uitstekgrootte en met de King Panel PVC buitenwandsgrootte ziet uw huis er meteen stijlvoller uit. Dit alles met de bijbehorende King Panel PVC afwerkprofielen. Wij zien u graag in onze King Panel showroom. King Panel PVC Building Systems, Jacob Rijntjesstraat 13, straat van de Kernkampweg, telefoon 53-317 of 53-319. Ons filiaal in de O6-verbinding nummer 54 te komen wijnen, telefoon 035-45-29. Get yours at VSH Trading. Visit our showroom located at Van het Hoogruisstraat 9 till 11. Verder nog een gezegende dag toe. En heel veel liefde, heel veel gezondheid en heel lang leven. Dankjewel. Oh, mag ik een beetje weg? Nee, je weet toch dat kinderen stoppen mogen drinken? Ja, misschien. U mag drinken. Want die zien alle kinderen kan drinken. En alcohol in zich. Dus kinderen en mensen van mijn leeftijd kunnen deze wijn drinken. Want na... Zeer. Met en zonder alcohol in verschillende smaken. Zeer.
En het alles gebeurt in. Laten we lekker proosten. Lekker sap. Tapa bankstel. En uw partij. Vaf den scoren. We zullen niet scoren. Ja. Wel, let me uit. Ik ga een foto scoren. Na Beatrice Schoel. Het was een. Mijn pa ben zo trots. Dat het een poep naar Pijman scoort. Betalende school. Elite school. Terwijl we Pina. Mijn vader was in de handel. Dat poep naar betalende school, Beatrice Schoel. Van daaruit dan ga naar Sieperstein school. Want in de tijd had je dan de toelating extra voor de Milo. Oh. Dat wil zeggen dat even kies taal 5 of 4. Dat ben je zo afweer. Als ik niet gerekend in. Ik kon nog heugen, we hadden opstel uit het hoofd geleerd. Want ik moest gissen. Maar dictee ben wel moeilijk zijn. Want in de tekst om in Nederlands. Wat zegt die vrouw nou? Dus al had je regelen 10, anders geen 10. Maar die twee ook niet. Maar je sprak overwegend Javaans. Ja, en kom weer overwegend Javaans. Ja, dus, en zo, En dan, ja. En ik heb het toch kunnen maken. Na de Sipertijnschool ben ik naar de Avondmilo. Ben ik naar de rechtsschool. Begin naar Sunimerair, dan de ambtenaar, middelbare ambtenaar opleiden en de licentiaat. Ik zat samen nog met de heer Van der Zaan, meneer Blokland. Dus ik heb de meeste van mijn vriendentijd juristen geworden. Maar ja, totdat meneer Pengel ontdekt me. En dat jongen nog klets kon joinen naar politiek. Wacht even, wat politiek dadelijk. Noem je ons, Abi. Welke vrouw om sommige tot papa heeft gemaakt? Eerste papa? Nou, ja, dat is. In die tijd had je het contacthuwelijk. Ik was 17. Contacthuwelijk. Oh. Ja, ik was 17 jaar. En ik had naar rechts hoor. En ik was een Japanees meisje. Ja, niet Japan. En zo, ja. Ik was jong. En ik zag er goed uit. Ook nu nog. Ja. Ja, ook niet nog, ja. Dus ik scharrelde met niet Javaanse meisje. Aha. En toen kwam dat kind eens met thuis en vroeg mijn jongere broer, zeg maar, hey boy, Pepolde en mijn maaiera, toen zei samen. Als maar een feeboy, als maar onbeschoft, volgens mijn man denk ik, als maar onbeschoft. Ja, de volgende dag, mijn contact met een meisje Saramaka. Ze was ook 17 jaar. Dan mijn man, ja, vergeet dat die. We zijn een meisje kaju, kolukuju. Wel, Sami doet dat in mijn bureau, voor die boeken indruk maken, jongen van 17 jaar. Dat kind kwam binnen, en loopt me dag. Dan kon hij zeggen, en, was ook slim, zei ze, luister, ik ben een meisje. Als die jongen wil, dan wil ik ook. Dan ben ik met Ram, en dan, wel, wat moet ik zeggen? Toen denk ik, onder één voorwaarde, man. Ik wil wel trouwen, maar na het afstuderen van mijn licentiaat wil ik toch naar Holland gaan. Maar dat is nog spannend. Japanese, alles moet schoon zijn, mag niks uit. Je hoeft niks te doen, je zorgt voor alles. En als cadeautje kreeg ik een winkel. En Asma, eerste vrouw met de ook een pinasma, Saramaka. Toen ik daar zag, ja, we waren ook arm, maar die was veel armer. Toen had ik als kantoorassistent verdiende ik 75 gulden. Mijn vrouw is een hele familie. Ik had een foto. Ik heb het naar internet. En het is tot de dag vandaag maar erkennelijk. Want die familie zijn nu anders zijn juristen, anders zijn directeur bij een bank, anders zijn dokter geworden. Mm-hmm. Ik had vanaf mijn jonge jaren al ingezet voor de sociale. Maar wie is die eerste kind? De eerste kind is nu is Diana. Die is nu die was bij de belastingen. Maar bij Dengang trongen John Barrow. En die was ook een van de slachtoffers in de jaren 80. En toen ik denk, ik ben Holland, dat ik luister, meisje. Mijn schoonzoon was, ik kon naar Holland.
Zo is het in Holland gebleven. Dus is nu in Holland? In Holland. Dus al mijn kinderen zijn, de meeste zijn nog in Holland, mm-hmm. met de verwikkeling van 1980. De enige die teruggekomen is Bronto. En die andere, Dino, die is dan bij SLM. Mm-hmm. Mm. En het alles gebeurt in... Ja, over mijn vader. Iedereen kent hem natuurlijk al als politicus. Als vader kennen veel mensen hem ook, omdat hij ja, vader voor veel is. Maar persoonlijke ervaring met hem, goede, slechte, minpunt, als je daarover hebt. Mm-hmm. Hij is heel erg koppig. Echt koppig in een hele, hele erge vorm. Ik kan het bijna vliegen. Het is bijna elke dag alsof je de kerstman moet overtuigen dat hij zijn kerstman moet aantrekken. Zo koppig is hij. Hij wil pas dingen horen of dingen geloven wanneer je met 10, 20 overtuigen de bewijzen komt. En dan pas gaat hij naar je rust. Aan de ene kant goed, aan de andere kant is het soms wel vervelend. Ja, ik heb, toen wij waren gevlucht van hier naar Nederland, dat was in 83, is hij tot 93 hier met ons in Nederland gebleven met ons. Opvoeding was normaal. Het was een goede opvoeding. Spannend natuurlijk. Heel veel meegemaakt. En toen in 2000 ben ik weer teruggekomen in Suriname. Politieke leider, ja. Groot verschil met andere politieke leiders is denk ik de passie die hij heeft. Andere politieke leiders zien het politiek werk meer als een hobby. Of als een van ja, ik moet wat doen. Maar mijn vader ziet het als zijn levenswerk. En dat maakt het verschil, vind ik, tussen hem en andere leiders. Hij... De sociaal gevoeligheid wat hij heeft. Niemand zal zo sociaal voelend als hem kunnen zijn. Nooit, nooit, nooit. Omdat politiek zijn passie is. Het interesseert hem niet of hij een mooie auto rijdt, alsof hij een mooie huis heeft. Het is belangrijk voor hem dat hij de mensen kan helpen. En dat doet hij op alle verschillende manieren. Ook al is er een commentaar van bijvoorbeeld geklets van Breedveld dat hij geen volkswinkels moet opzetten. Maar juist dan gaat mijn vader volkswinkels opzetten. Zijn doorzettingsvermogen. En geen angst. Ja, wij merken het zelf ook als gezin. Hij heeft durf. Hij is bang voor niemand. Je kan kletsen hoeveel je wilt. Maar als hij vindt dat hij het goed doet, dan zal hij het zo goed blijven. En die geruchten zijn gelukkig maar geruchten. De mensen die geruchten verspreiden, zijn de enigen die het geloven. Dat is ook waarheid. Want als het volk, een groot gedeelte van het volk, die geruchten zou geloven, dan zou het maar nooit zijn gegroeid. Maar we groeien elke keer weer met 100%. Dus degene die de geruchten verspreiden, hun zijn de enige die gelooft. Geen ander weldenkend mens gelooft die geruchten. Een boodschap naar mijn vader toe. Minder koppig zijn. Minder koppig zijn. Maar ja, dat ben je ook al 70 jaar. Dus ik weet niet of je dat ooit gaat afleren. En het alles gebeurt in... Maar hoeveel kinderen heeft oom Sommo in totaal? Zo. Dat moet je niet. Ik ken Bronto, Diana, Dino. Dus ik heb, ik denk zo in de buurt van, in ieder geval... 18. Nee, laten we het op 10 houden. Dus ik wil mijn ouders niet inhalen. Maar hoe oud is de jongste? De jongste is nu 4 jaar. Ja. Serieus? Ja. Ik meet denk maar toch. Ja. Ik ben niet oud, ik ben lang op deze wereld. Ik ben lang op deze wereld. Met de lange naar grond af moet je zien. Oud zijn, ik vind het allemaal wel kan worden. En daarom heb ik gedacht, dat is de biesman. En dat is de oren trooi, ik denk dat ik zorg in tafel. En ik zeg van mezelf, en ik ben overtuigd veel met mij, dat zijn lang op deze wereld. Maar ga je dan krachtig, dat je weer een bril, je weer wat. Ja, maar ik ben de man. Dus alles van me functioneert nog, mijn hart klopt nog goed. Ja, ik ben zelden naar de dokter gaan. Ja, hoor. Maar op sommige, wie is uw huidige vrouw nu? Mijn huidige vrouw is nu de vrouw die nog in Indonesië is, die ambassadeur is in Indonesië. Mm-hmm. En ik heb met haar 1 kind. En hij doet het goed. Eigenlijk had hij niet geboren op een verkeerde konderen. Aha. Ja, hij is me geboren in Indonesië of een Arabische land. Dat is normaal. Hè? Ja, want ik ben moslim, hè? Jij bent moslim. Ja, en u heeft recht dus op... Kijk, is het waar dat die moslims recht op 6 vrouwen hebben? Nee, dat is niet zo. Je hebt geen recht. Wat je moet doen, hoeveel u hebt, dat is niet een zaak. Je moet het allemaal kunnen onderhouden en verzorgen. Mm-hmm. En u kunt ze onderhouden. En allemaal...
al mijn kinderen, geen één kan een vinger aan me wijten, hier wat ik nog zo doen. En ik neem de zogenaamde verwekker heel kwalijk, dat die moet charden, maar ik ga daar rechter, ik ga biggie alimentatie. En dat, met dat bij mezelf, als ik mijn moeder, mijn vader naar de rechter moet brengen voor alimentatie, dan ik verdien mijn money met jouw money bakken. Want het is meer dan je plicht, niet alleen als verwerker, maar de zorg te nemen voor de kinderen die je gemaakt hebt. Dat dan is sommo een player? Nou, ik weet niet, dus ik heb sommo een player. Na de break. En het alles gebeurt in... Hai, sommo, bent u een player? Nee. Als ik met iemand ben, dan ben ik serieus. Ik ben niet degene die de tekens maar voor de gek gebruiken en dan weggooien. Nee, als ik met iemand ben, dan ben ik serieus met die persoon. Ik probeer die persoon ook op te bouwen. Ik probeer die persoon, meneer, ja, het moet niet zo zijn dat je afhankelijk van mij bent. Ook als ik niet meer ben, ook als we uit elkaar gaan, moet je zelfstandig kunnen zijn. Dat je daarvan dat mensen moet naar jou kunnen opkijken. Ah, ik ben dan als zomer zo wat. Niet dat hij mij geeft, maar ik ben leren vissen. En dit nou alle data van hey buy one cellular of buy one cellkaartje neen. Dus wat ik als iemand met mij wat ik geleerd heb luister, begin jezelf op te bouwen. Want ik had ook niet, maar mijn ouders hadden me geleerd geluisterd, bouw je zelf op dat iemand die afhangt van ons man. Dat nam je stijl. Maar om zo maar, melden die vrouwen zich wel aan. Nou, dat is eigenlijk een secret. Dan ga je me vragen wie zijn de vrouwen. Laten we daarover niet praten. Maar in elk geval, ik aanbiedingen, krijgt u aanbiedingen? Nee, laat me zeggen, ik ben een... Aantrekkelijke man. Een aantrekkelijke man. Dus zo, ze bieden zich wel aan. Dat zeg ik niet, want anders gaat dat jongen allemaal iets verwant. Nee, dus zo wil ik zeggen, maar ik heb mijn stijl, dus ik ga niet in op elke aanbieding zoals je het wil. Oké, koos tapa. Dat is eigenlijk nou, een cheap price. Maar je zegt, je loopt dikkie dus, maar dikkie, ga je toch elkaar door. Maar laten we een beetje over de politiek. Wanneer bent u in die politieke arena gestapt? In het begin met de politiek. Mijn stijl was organiseren van songfestivals, van kermissen, van misverkiezingen, van voetbal enzovoort. En toen ontdekte de grote leider Johan Adolf Pengel. En daarom neem ik elk een kwalijk die zegt maar ik ben een racist. Ik kijk alleen naar degene die op mij lijkt. Terwijl mijn kinderen gaan ook met niet-Javanen. Ik heb ook kinderen met niet-Javanen. En toen Jopie me scouten en zeg maar, meneer, kon naar politiek. Nee, heb ik Carmine Osso. Dan zei hij me, zeg maar, niet meer eenvoudig. Ik zei, ze mami. Ja, natuurlijk weet ik wie ik ben. Mm-hmm. Ja, ten in slaapkamer. En we willen interesseren in de politiek. Dat premier, prim, we kijken zeg maar. Ik ben nog politiek. Ja, want dat je nog klets. Kom bij wat kan ze weer. Zodoende ben ik in de politiek. Dus ik ben uit de politieke school van Johan Adolf Pengel. En ik ben van de sociale ook toe. Was u ervan bewust dat u zo'n grote politieke leider zou worden? Nee, maar dat was niet mijn goal ook. Dat was zeg maar, ik leer wat. Wat kan man overal en zo met begin van politiek. En mijn eerste mean speech begreed ik me bij de corona. Dat man bij ook mee. Dit familie de kroon te bon waai. Dan betekent dat man, als je van kroon te bon waai zo, en je wat dingen voor nu, met een ogri voor na waai, dat met een ogri voor no waai. Zo we beginnen met toespraken. Dus u was er niet van bewust. Dus eigenlijk in je maturie van. Ik kies vier dat ik moet die richting opgaan. Ja, en met ik kies vier dus dan later dan. Want in NPS had je verschillende presidia. Je hebt Hindoestaanse presidium, je hebt Islamische presidium, je hebt inheemse presidium, je hebt Chinese presidium. En wang Jan Paris presidium deed. En Jopie zeg maar, Juteka leiding. En ik was nog geen 25 hoor. En Jopie had vertrouwen in mij. En dan Juteka leiding. Ja. Maar klopt het dat de politiek vies is of de politicus vies is?
Nee, het klopt niet. Dat hangt vanaf wie de politiek bedrijft. Ja, want dat, dus ja, sinds mijn Grokong, de MTMI, politiek is vies. Ja, dat zijn de zogenaamde politieke analisten. Volgens mij, als minister van Onderwijs, voor op een faculteit politiek analist. Want allemaal gingen op de politiek analisten. Dus ik wil misschien een beroep in het parlement doen. Laten wij een faculteit op de universiteit politieke analisten. Man die na verstand politiek, maar ik leg uit, nooit die playbal. Tegen met die scoppenbalen effect. Van je doen. Dus dat is gaat. Dus politiek is niet vies. Politiek moet er zijn. Want democratie. Want politiek is nog bij de fout. Leg me uit hoe je niet een dictatuur allemaal op vinden moet. Dus politiek. Ja, wat moest doen? Want kijk, je kan niet iedereen naar het parlement voeren. Er moet vertegenwoordiger zijn. Dat is de democratie. De stem van het volk. Oké. Het is een open gesprek om zo. Ja. Daar heb ik die vraag eigenlijk gesteld. Is de politiek vies? Is die politicus vies? Ja. Want u wordt vaak beschuldigd van een heleboel dingen. Dan grondtorie, dan meisjes, jonge meisjes, dan een grote lappen grond. Wat van dat is waar? Kijk, als wij, ik kwam grond naar Leesweg. Wat heb ik gedaan? Ik heb daar een internaat op gezet voor de studenten van de universiteit. Er zijn nog 80 kamers. Goed, ik kwam gewoon naar Nikeri. We hebben een bejaardencentrum daarop gezet. Dat te toegeven. Ik kwam gewoon op pot van pijlmolen. Bij kampesteer Boenkoop Alizi. En komen wij in hetzelfde. Nu hebben wij in Komenwijnen van plan om een grote project, woningbouwproject, woning in Gidapje, van 12.500. Dat is waar, ja. Maar ik ga het niet genomen voor eigen gebruik. Ik voel je dit aan, is ten bate van de politiek. Dat is een grote, super, super volkswinkel. En met die tegen ja, jullie naar pers. Je hebt iedereen bijna op de bankstel kunnen krijgen. Actie de trouwen, de politicus. Soort politieke partij op TV-station communicatie. We hebben twee. Soort politieke partij op radiostation. Hoe op toe. Soort politieke partij op een digitale krant. Hoe op nieuwsrenang. Soort politieke partij op activiteitencentrum. Overal op je. Nikeru op je. Komweno op je. Jasu op je. Swam Bigitani. Wanika op je. Coronite op je. Dus overal zijn wij. Dus we zijn actief bezig. En ook een volkswinkel. Iedereen praat over als je hier komt zondag. Staan in de rij om goedkoop artikelen te kopen. En dat willen we houden. Maar om sommer, u heeft gesproken over die huizen, 12.500. Ja. Vindt u dat het een regering in een regering is? Want de regering is al bezig met die woningen, die volkswoningen te bouwen. En dat you know ik kom beneden op prijs. Kijk, voor een regering. Als regering, mij vind ik, regering moet verlenen eigenlijk aan faciliteiten. De vergunningen, de mogelijkheden. Niet alleen Somoharjo, u ook. Kan ik initiatief. Als je kan vinden onze morgen kopen. Als je kan doen een kostprijs. Dat is niet een staat in een staat, niet een regering in een regering. Jij komt met initiatief. Want regering is ook afhankelijk van de trouw. De trouw aannemer. Ik zeg maar, kom bouw Jimmy. En als ik het goedkoper aanbied, ik zeg meneer, mijn wens is het volk. Dat is mijn wens. En van volk praxeer me one day. Dat is goed. Van de praxeer me zo goed. Maar het is mijn taak, mijn plek om te helpen waar mogelijk is. Oké. Okay. Hoe speelt u het klaar, toch? Om altijd in de coalitie te blijven. Ik kon niet dat me want sabi, want me want gooi naar politiek toe. Ja, nee, niet altijd. Maar 30 jaar lang in de oppositie. 30 jaar, nog een jaar 30 jaar. Maar trouw, loyaal, nee, jompo. Na het vertrek van mij uit de NPS, toen Aaron Tijmietag, luister jongen, je bent ondankbaar man. Ja, want dankzij mij ben je in het parlement. Toen zei hij, Prim, ik vergeet het even. Dankzij mij bent die premier. Ja? En als je nog een briefje dan moet sorry. Zo moet ik uit de NPS. Dan moet ik recht aan partij Pendawa Lima. En toen kwam ik met 5 zetels. Niet 1, 5 zetels. Dus door mijn inzet, door mijn werk, was Aaron premier geworden. En zo weer boy op. En dat was de oppositie altijd. Want dat KTP partij, die nu aan het verdwijnen zijn, ben je naar de coalitie gegaan. En pas, bak in 1980 en 87, toen VHP naar de NPS, toen kwam een grotere coalitie. Toen ik kwam in 93,
Toen ook ons zelf in 2001, toen hadden ze ons nodig, want KTP was weg. Ja, en vanaf 2000 hebben we ons gezet en we blijven zeggen, elke verkiezing, wij willen gaan naar 100% groei. 96, 2000, 2005, 2010. 2010 hadden we het meer dan 30.000 en nu gaan wij naar meer dan 60.000. En daarom is het, we rekenen mee, we zijn nu één van de drie grote politieke partijen. En de samenwerking met ABOP gaat maken dat wij misschien de grootste politieke partij worden. Daar moet je niet rekening houden. Opgepast. Jeroen Oomsomo, ik volg u al een paar jaren. Anonome volg je. Ja. Bij die vorige regering, regering Venetiaan, toch? Die volgen ons aan niet. Maar lukt het ook bij deze regering? En aan een misreffe accident stelde een vraag die share. Ik heb het ook op Facebook geplaatst. Die mensen willen het weten. Dat van chanteren. Ze vinden dat u die ene regering genoeg heeft kunnen chanteren. Lukt het bij deze regering ook te chanteren? Kijk, in de politiek is er niet sprake van chanteren. Want als je samenwerkt, wie chanteert wie? De regering is niet van Bouters of van Venetia. Het is van ons. Als het misluit, want overeenkomt, Pechaylu hoor, VHP, NPS en SPA. Elkeen kan chanteren. Dus als ik iets zou opeten, is dat chanteren? NPS kan het ook doen. Als NPS haar belangen wil behartigen, we hebben nog niemand wat geen opmerking gemaakt. Ook de NDP, nu zitten we Pechaylu hoor, ABOP en NDP. Als de NDP bepaalde projecten van haar wil doordrukken, heb ik ooit gezegd van chanteren? We zijn in de regering. We zijn elkaar afhankelijk. Minoteit dat jongen, ik wil maar regeren. Ik wil dat ook gerealiseerd zijn. Want het regeert niet alleen van de NDP, maar ook van Pecha en ook van ABOP. Want die maand heeft me hier het op een nieuws was aan voor Amnesty zijn, wat Venetia niet verklaard. Toch dat daarom eigenlijk Jontjiva nog in, niet naar huis is gestuurd. Is dat niet? Maar nu is het als hij op Timor moeilijk met meneer Bouters. Je probeert het, maar misschien dat aan mij hoor ik cool. Ja, maar nou hoor ik. Maar met dat is ook toe. Zenang af een partijstelsel. Dat wil zeggen, je nog een knapoe dat niet want trouw parlement. Je nog een knapoe niet want trouw minister. Dat kan niet. Je moet in een partij gaan. Irrigeren is dat? Nee, maar leg dat maar. Dat kan niet aan jouw minister na verstand voor politiek. Dan met dat hier, ja. Zenang, ja, ook voorzitter allemaal. Moet in de politiek zijn, moet een politieke partij. Behalve jeugdparlement. Maar we zijn hier niet als jeugdparlementariër. We zijn als volwassenenpartij DNA. Dan leg dat maar. Als je dat depolitiseren. Wat dan? Dat je juist de mamie, dat je begint naar een familie, je begint naar nepotisme, naar een vriendje, dat kan toch niet? Maar nou, dat moet je niet daar regeren. Dat als je nou zat mee, dat je dat begrotingbaarheid, dat je nou steun je. Je nou steun je helemaal, wat is dat politiek? Oomsomo, wat is het verschil tussen regering Venetiaan en regering Bouterse Amarali? Nou, hoor, na de brief. Het is echt tijd voor een nieuwe. Comfortabel, ruim, heerlijk.
De service van ProTrade is heel persoonlijk en bij ProTrade vind je kwalitatief en comfortabel meubilair voor elke stijl. Maar ook allerhande spullen om het leven te vergemakkelijken vindt u bij ProTrade. Stap vandaag nog binnen in onze showroom en maak uw keuze. ProTrade. Beautifying your home is our mission. Papa, go drinken en go palm. Mega heren, tori, mega klarik. Daru. Oh, wat gaat, papa? Ah, ben zo'n probleem. Papa, keuren, wagi, pijn, monterala, tori. Geen papira, dat is koud, hoor ik, papa. Oh, hoe verzekerd is, boys, ja. Dan heb je pas de manjit. Zij moet doen. Even tappen, mijn keur, mijn motorfiets. Bromfiets, wagi, alles aan de keur, dappen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor uw auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey, sir, Evert. Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 's middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, aan uw wandering. Bapabol, hinga, troetrokeuring. Melk is goed voor elk melk. Melk is goed voor elk, melk is goed voor elk, pro-life is goed voor elk, drink in je merk. Melk is goed voor elk, melk is goed voor elk, pro-life is goed voor elk, drink in je merk. Dit alles als je melk drinkt. Het is geen gewone melk. Het is pro-life. Probeer het maar. Melk is goed voor elk, melk is goed voor elk, pro-lak is goed voor elk, drink je melk. Melk is goed voor elk, melk is goed voor elk, pro-lak is goed voor elk, drink je melk. Drink je melk, drink je. Moet dan alleen maar pro-lak voor mij, drink je melk. Distributeur Rudisa Agencies. Weer equipment. King Panel PVC Building Systems, uw PVC speciaalzaak. Bij ons bent u terecht voor King Panel PVC plafond en wandschoten in de afmetingen 10, 20 en 25 cm met een lengte van 5,95 m in wit gekleurd en met motief. Nieuw in ons assortiment, King Panel PVC wandschoten met een afmeting van 1 bij 2,95 m. Voor een hypermoderne vloer kiest u voor King Panel PVC vloerlaminaat in glanshoutpatronen in verschillende tinten. Voor de uitschiet gebruikt u natuurlijk King Panel PVC uitstekschrootte en met de King Panel PVC buitenwandschrootte ziet uw huis er meteen stijlvoller uit. Dit alles met de bijbehorende King Panel PVC afwerkprofielen. Wij zien u graag in onze King Panel showroom. King Panel PVC Building Systems, Jacob Rijntjesstraat 13, Zijstraat van de Kernkampweg, telefoon 53-317 of 53-319. Ons filiaal in de O6-verbinding nummer 54 te komen wijnen, telefoon 035-45-29, www.kingpanel.com.
Luckily, there are real men who use real protection. Get yours at VSH Trading. Visit our showroom, located at Van het Hoogruisstraat 9 till 11. Een gezegende dag toe en heel veel liefde, heel veel gezondheid en heel lang leven. Dankjewel. Oh, mag ik een beetje weg? Nee, je weet toch dat kinderen geen sopje mogen drinken? Ja, mietje, u mag drinken, want die zien alle tineren kan drinken en alcohol in zien. Dus kinderen en mensen van mijn leeftijd kunnen deze wijn drinken. Want na... Zeer! Met en zonder alcohol in verschillende smaken. Zeer! En het alles gebeurt in... Hai, Omsomo, wat is het verschil? In de politiek. Een verschil nodig. U maakt het verschil. We zijn nog niet klaar om te evalueren. Misschien eind 2014 kan je zeggen, nou, dit was beter. Of dit is beter. Maar jullie zijn al 3 jaar bezig, ja. Toch? Samen ja. Bezig. Dus dat in Abafirik batak van Ibetre en Betana Fenere. Dus dat kunnen we niet zeggen. In de politiek is het niet zo. Dat man, of Abafirik is zoeter en de ander is beter. Nee, in de politiek moet je doorgaan tot het einde. Mm-hmm. Dan kom je betrouwbaar over. Want de politiek betrouwbaarheid is de hoogste. Boven in onze vaandelen. Mm-hmm. En zie dat nou, Abi, ook in de verhouding naar jullie. Ik vind dat niet betrouwbaar. Ik vind vrouw niet vertrouwen. Mm-hmm. Hier die volg je, hier die bel je, waar ja, ben je. Ja, ja, ja. Zo moet de politiek zijn. Mm-hmm. Je moet blindelings tegen elkaar het goed kunnen uitpraten. Maar heb je dat gevoel hier al? Nou, ik heb net wat ik zei, met de president, met die president heb ik geen probleem. Ja, met Brunswijk had ik een probleem over zijn actie in Komwijnen. Het gaat niet zozeer dat hij, zoals men verteld is, om in onze vijver te kunnen. Nee, iedereen mag hem. Maar mijn actie tegen hem was, omdat Amman probeert misleid aan neef me die ja, als mijn eigen zoon beschoten werd. Mm-hmm. En dan boeide dat hij mijn charama op. Je put allemaal, dat die allemaal bevreden. Ik dacht, luister, zolang ik minister ben, sta ik achter jou. Want dat zou mijn volgende vraag eigenlijk zijn. Hè. Wat dat ding is eigenlijk tussen jou en Abo. Ja, ja. Want, jullie hebben Brunsie aan het know. Jullie hebben samen gestreden voor de democratie. Ja. Jullie hebben samen, hoe die meneer, die parlementariër, meneer Doekie. Ja. Toch? Hoe iemand tegen me was aan, want dat wil ik wel weten hoor. In Rolekmeter, we hebben samen niet een grammer. Ik ben al niet uitgesproken. Sam Brunsie, want Miluka filmpje toch? Miluka filmpje. Sam Brunsie aan tegi voedoe. Want die aan tegi ons aan heeft doe in handen. Nee. Mie kan met die tafel niet doen. Kom met je bewijzen. Ik vraag dit zo. Want je vertelt al die rommel. Je kan papieren, maar koos je vast aan die. En die tegen ook toe. Ontoon ons aan die. Ik had toch vijf van die. Maar geen enkele naam Somo Hajo is ooit berecht in de gevangenis gegaan. Maar Luku je familie. En dat kan je mij haat aan. En meteen maar kon, tja, dit lijkt me alsof het niet aan kon. Ja, maar je dat je karama kon. En dan mijn karama kon. Maar ik kan bijna zitten dat lok en kon. Nee, mijn karama kon. Probeer dat Jan Paul de rustig. Maar dat is toch niet agressief toe. Maar meteen maar, probleem aan poes me. Ja, moet je gek zijn om mee te stoten. Dat is zo, dit is gewoon. Dus Uno die samen voor mama nee, hij heeft me verdedigd. Oh. Want dat komt voor je. En dat vind ik het vreemd dat een man zijn verdedigd. Ja. Nou, jonge man. Zijn die plooien al glad gestreken? Nou, helemaal. Kijk, Utaka, luister Ronnie. Naar Micharuga politiek. Toen je als klein jongen was, je had met een slipper ontvang je naar een Hollandse spoor. Ontoort aan dat. Je pang je ma, simile je eigen boy. Dus mij aan, je bent gewoon mati. Dan ga je broer. Zou je doen op boem?
Ja, ik dan niet uit veranderen. Ik kan overal, ik kan richten voor de partij, maar nog kan ik abboef me. Maar bloed, bijna, nou, mijn neef zo mooi, nou, met jammer ik abboef me. Maar ligt de fout niet dan aan abboef me? Ja, dat moet je doen. En die abboef zie ik nu zeer ernstig naar academisch ziekenhuis. Dan die familie vindt, maar jullie godvader voor zo mooi, kolukama. Dan ik ga dan maar kreeg, wat alleen maar uit. Ik dacht, broer, sorry. Ik dacht, jongen, vergeet het. Denk aan je gezondheid. En dan denk ik maar van dat jongen. Als ik kan met een boom, dan ga ik een boy. En Brunnen zien, dan ga ik Brana doen. Kotakie. Maar hebben jullie het echt goed gemaakt of is het gewoon voor de... Nee, niet voor de lol. We hebben gezegd, Ronnie, onze vertrouwen moet weer groeien. Alleen tegen je jongen en je vrouw praten. En dan kan ik een boom direct aan alles aan neen. Naar elkaar toe. Daarom zeggen wij, de samenwerking in 2015 gaat pas, ja, als wij echt naar elkaar toe groeien. We zijn van bewust, in onze toekomst samen, dat is de machtigste partij. Wij gaan bepalen, ja, maar het moet niet ten behoeve van de macht, het van de vertrouwen kwestie. En hoe is het met Doekie, meneer Doekie? We zijn ook goed. Ja, maar kon kabel pakken. We zijn in de coalitie. Ja, maar boem. Ik ben gewoon vergissing voor poes. Oké, sorry. Alles aan boemba. En we ook op boem, man. Meteen met die andere man. Verleden mijn bejaardencentrum met mijn keersant. Ik dacht, Doek. Ja, maar liever aan mij. Oké. Meneer Sommerhardjo, we zijn op straat geweest. Nee, om af te gaan. Mijn vijand. Mijn streven is om met elkaar en samen te werken. Waarom moet je vijanden, maar het leven is kort. Ja. Oké, we zijn op straat gegaan. Bigis Mademi interview aan Toesmatu. Toch, om te kijken hoe ze over u denken. Ja. Laten we even gaan kijken naar die beelden. En het alles gebeurt in... Leider Alsumohardjo. In één woord zou je kunnen zeggen dat die man een begrip is. Hij heeft zo lang gezeten in de coalitie. Hij heeft geen partij aan hoor. Pendawalima geleid. Totdat hij met zijn eigen partij is begonnen, partij aan hoor. Dus het is een begrip. Zo hard is een begrip. Natuurlijk vind ik hem een hardwerkende man, vooral als het gaat om kinderen en ouderen. Vind ik hem een heel hardwerkende man. Ik heb wel hele goede ervaringen met hem, als het gaat om werken. Maar hij heeft ook bepaalde dingen dat hij soms niet luistert of niet goed luistert. Hij is gewoon geen antwoord te geven of dingen af te stoten van zichzelf. Hij wil mensen de gelegenheid geven om zelf hun eigen ding te doen. Als hij een taak heeft bedeeld, gaat hij niet in details of hij gaat je niet veel uitleggen wat er gedaan moet worden. Hij laat het vaak voor jou over om het zelf te doen. Een persoon die niet discrimineert, zoals u ziet op onze werkplek hebben we Javanen, Hindustanen en Creolen. En als boodschap heb ik voor hem dat hij zijn goede werk wat hij doet, door moet blijven doen. Ik vind hem een geweldige man. Wie weet God was ik met hem getrouwd. Wat is zo geweldig aan hem? Ik vind hem beleefd, ik vind hem vriendelijk. Hij is gastvrij en hij is een Surinamer. Hij is een broeder. Dus voor mij, een beetje afgezocht. Een zeer dynamische man. Hij is altijd in de weer met zijn politieke activiteiten. Hij heeft ook een sociale inslag. Hij is er bezig geweest. Nou, ik heb daarnet goed aangegeven. Laten we stressen op de positieve dingen die ons binden. En laten we de negatieve dingen wegzeven. Zo, wat ik aan meneer Sommerhardjo kan zeggen. Meneer Sommerhardjo, u doet een goede job voor Suriname. Met uw politieke organisatie en ook andere netwerken. En gaat zo. Dank u wel. En het alles gebeurt in... Hai Umsomo, u heeft die beelden gezien. Die mensen vinden u een zeer sociaal bewogen mens, ondanks je 70 jaar bent. Toch? Ik heb 3 dagen samen met u gelopen. Toch? Misschien vroeg om mantie in Jakba. Sana Akoni. Want de meere was aan het dat je gebruikt zo'n propos. Weet je, dat bleef je. Weet je, fit. Gebruikt u zo'n propos? Nee, kijk. De ambitie moet aanwezig zijn. Daarom is stimuleer allemaal. In uw liefde is ambitie. In uw liefde is een doel.
Want als je na het doel, morgens vroeg je hebt geen zin op te staan, wat ga je doen? Maar als je jouw doel dat moet klaar, moet gestort worden, dan je vriend en man ben je God dankbaar in deze occasie. Mm-hmm. En daarom zeg ik, als de Almachtige de kracht geeft, moet je kracht gebruiken. Mm-hmm. Want trouwens kies kracht, kies intelligentie, kies talent voor Almachtige. Maar die gebruiken, mm-hmm. dan kan je het niet maken. Dus dat heb ik geleerd. Ik luister, je kan die kracht, je moet gebruiken. Mm-hmm. En mijn kracht is ambitie, goal, ik heb doelstellingen. Ik leef niet omdat ik moet leven. Nee, mm-hmm. ik leef omdat ik een goal heb. Mm-hmm. En ten aanzien van dat midden sociaal, dat als je weet wat armoede is, dan moet je sociaal zijn. Als je groot in een elite, dat is boeiend niet bezig. Ja, met je een dag uit, dat is hier. Of een dag, of morgen, min of meer morgen. Dat je scrap. Dan moet ik pa, als je een dag, het leven heeft geen zin. Dat nee, het leven moet doorgaan. Mm-hmm. Daarom moet jij nu proberen. Want ik zeg van leer vissen. Mm. Want het heeft geen zin dat Allah deed of pa, dit, pa, dat. Mm. Nee, je moet zelf proberen jezelf te ontwikkelen. Mm. Om zo man, hoe dat weer. Je hebt het altijd over die partij die nooit slaapt. Ja. Toch? Slaapt u wel? Ik slaap, want ik tel mijn slaapuren. Ik moet in een auto met Sribi. Dus ik ga niet keer hier pas met Sribi. Mm-hmm. Dat is niet fit, maar mm-hmm. ik heb het geluk. Om te kunnen slapen. Ik heb het geluk, als ik wil, slaap ik. In Holland krijg je zelf letsel om te slapen. Ja? Leren slapen in Holland. Maar dat hoeft niet. Ik heb het talent om te leren hoe je moet slapen. Me concentreren, me mediteren. Ik ben daar plein, ik ga Indonesië, 23 uur. Helemaal fit, niet aan het gaan. Dus het slapen is niet. Die je schien wel rusten. We zitten nu altijd in rusten. Want op een bepaalde manier van deze. Dat man, je lichaam is fris, je voelt aan. Dan ga je even. In een kamer, een half uurtje. Ja, maar je is van vol, je ziet het voor. Je ziet het voor de eerste, je voor de knap. Maar je herinnert, u heeft geen hoge bloeddruk, want soms mis je erger niet op tv. Je erger in het parlement. Hoge bloeddruk, suiker, niks. Maar bloedpleasure is heel goed. Ik heb een bloedpleasure van een jongen van 18 jaar. Heel goed. Mijn voordeel is, ik uit het uit. Ja, ja. Daarom denk ik naar Krintaki. Ik ben een lobby met de jongen. Je vroeg me, maar dan ben ik bang, word ik weer goede vrienden. Mm. Ja, dat is mij dan. Want als je horing, je njami niri, je kies man. Oké. Ik ben vrijpostig, dat weten ze. Ik dat ook. Weet je. Ik ook. Toch? Dat wil iemand tegen. Ik ben een vrijpostig. Aha, zeg maar. Mijn naam is een blakke mama. Maar dat is waar. Dat is waar. Ik had de kati. Dus allerlei meer herhalen filmpje. Voor je naam Aduki. Dan mis je dat je naam een panisje met blakke mama broer. Maar ik herhaal een film voor Holland. Ja, maar dat is dat doen. Dat is niet zo. Dus de geruchten die staan in mijn takkie-tak van je met dat. Ja, staan voor vast aan neem ik aan mis. Van misverkiezing. Dat moet je zeggen. Ik werd verdacht. Verdacht. Dus dan dacht ik, oké, ik ga dan gaan rechter. Je hebt een paar contestanten. Die een MIC-nummer enzovoort. Ik denk, jaloezie wat erin. Ik dacht, ik ga dan gaan door. En tot nu toe word ik dan de pers. Buiten veroordeling, let alsof ik veroordeeld was. De rechter heeft mij vrij gesproken van alles. Behalve dat die man dat ik ben wel veroordeeld van het schenden van vrouwenrechten. Het rechten van vrouwenrechten. Want procureur-generaal, mevrouw, toen waren we goed. Ik heb het zelf gebracht naar het parlement. Hier was het. En dat de man dacht, ik ga naar de badkamer. Ik heb geen zin voor de badkamer. Dan met de tien die in bad pakken, die mijn gadros zijn, waarbij alle sponsors ook aanwezig waren. Mm. Dus ik herhaal, ik ben niet veroordeeld voor seksuele schandalen of wat dan ook. Ja, ik ben daar vrijgesproken. Ik ben wel voorwaardelijk veroordeeld voor 3 maanden voor het schenden van vrouwenrechten of vrouwschendbaarheid. Dat is het. Dus dat verhalen van die meisjes. Natuurlijk zullen in de politiek
probeert men de laagste, men probeert een reden te vinden. Men probeert een argument te zoeken. Maar je weet het wel, wie een hond wil slaan, vindt licht een stok. En wij zeggen, meneer, al blaffen de honden, de karavaan trekt door. Maar u was wel in die ruimte waar ze met ja, ik was organisator. Oh. Toen waren in de familie in mijn kamer. Zij had toch mijn ogen opgehad in mijn kamer. Ja. Dus nooit meer vreemd was man. Ja, Maxine, ja. Zij heeft mij aangeraakt. Ja. Dus, ja. Dus eigenlijk je moet Dus waarvoor ik niet bang ben, ik was smakko naar mijn camera. Mijn opa door. Want daar is maar met bij. Hallo, why, meneer Somaharjo. Nee, dat ga ik doen. Oké, meneer Somaharjo, wat tapping. Ik denk eigenlijk aan een deel 2, want Tori lai. Je bent Tori, maar Anansi. Maar we moeten stoppen. Deel 2 wil ik terugkomen. Het jaar van de verkiezing, 2015. Waar ik gezegd heb, Partij Luhoor is nog in de finale. Mm-hmm. In de finale zijn er 3 grote combinaties. De NDP plus, de VHP plus en Partij plus. Die 3 alleen. En dan mag je terugkomen. Ik ben niet aan het doen, want ik ben met Luku TV. Want ik ben met mijn volk alles aan. Dan is hij naïm. Naïm. Waarom staan er jongen naïm? Naïm is te vrouwloos. Naïm, ja, dus ik wil niet eens over praten. Naïm, de koepa hier pendewali maar aparte. Abit de secretaris-generaal. A Kuping, hij is minister geworden, maar heeft niks van gepraat. Tegen mijn dag hier, ik kan kringen plein. A cockpit 20 jaar lang, maar dat noemt je bent een piloot. Ja, ja, ja. Je bent een manchera plane. Ja, ja. Dat is 2005, dat is kona uno. Dat kan uno, u mekaasani, u jaman wa, van pikronda pe na ringweg, uno jaman, u vlede medewerker, amat akabu kwek fysiki, u mabotani. Maar, amat ja, dat moet het takie. Maar waarover het heb, na in is aangesteld door partijen om van ons te snoeien. Mm-hmm. En alle partijen van Rokosa maar UNO, maar ze zien ons niet groeien. Die bonanza plantjes, die snoeien elke dag. Maar we zijn niet te snoeien. Aha. Ik had ook de NPS toen gewaarschuwd. Kijk, als ik werk, dan moet ik de beloning krijgen. Mm-hmm. En dat is dat met Roko, dat je daar ook al ik noem de studenten. Tracht die dan de stukken hier deed niet dat je gaat disco. Mm-hmm. Dan krijg je gelijke waardering. Niemand is gelijk. Gelijk is naar jouw prestatie. Dus jij, volgens meneer Somo, Salam Somoharjo, is hij nog steeds de grootste leider van de Javanen. Ik ben niet de leider van de Javanen. Ik ben, zoals andere partijen, begonnen met etnisch. VHP was ook begonnen met etnisch, Verenigde Hindoestaanse Partij. NPS ook, Negerpartij Suriname. En wij, begonnen met Pendawalima, strijder. En toen, Partij Lourette, Voeltrust. We zijn nu echt tot een nationale partij. Okay. Wat we willen zeggen is, wel zeggen wij dat de basis Javanen zijn. Daar gaan we niet ontkennen. Ja, oké. Okay. Om sommige tapu. Ja. Oh. Deel 2, wat ik ga door. Ja. Deel 2. Ik heb nog niet eens kunnen roepen en ze was al hier. Zo, love maar wacht, er zijn een paar spullen erin. Van Tapa Bankstel krijgt u dit mooi truitje. En het is geprint door iPrint. Zo. Je mag die mensen even wijzen, ja. Ja, iPrint. Ja, want Aman tak altijd je weer die jas aan je das. Dus dan, Aman print en die zo. Van Telesuur, mijn hoofdsponsor, krijgt u 50 SRD bel te goed. En dan mag u al die kinderen bellen. En van ProTrade krijgt u $100, een waardebon hoor. En dan mag je daar gaan shoppen tot $100. U mag dit in die envelop zetten. Van Trans American krijgt u deze heerlijke wijn. Sere. Dankjewel. Yeah. Of het is een champagne hè. En van Love and Kisses, deze heerlijke parfum. En dan mag je dit alles in die tas zetten. Zo, heren van de bankstel, dames, ook mijn dank. Het was prettig met jullie samen te werken. Oh, zijn nog niet klaar, hoor. Om sommo. Er komt nog eten. Zo. Dat is van Soul Food, die heerlijke bruine bonen van u. Van meer in, jammer bruine bonen. Nee, we importeren zelf ook. Oh! Dat was Salam Somoharjo. Ik zeg, een van de grootste Javaanse leiders. Maar hij zegt, een van de grote nationale leiders. Dat was in 2015. Maar een sociaal bewogen man. Je hebt het gehoord dat alles wat hij eigenlijk wil doen en doet. Ja, toch omzoom? Ja. Omzoom? Ja. Dat was Salam Somoharjo. Bye bye.
zwaai, zwaai. Dankjewel. Thank you. Ja. We gaan het lekker afsluiten in die middelste camera. We gaan het samen doen. Met onze vinger in die middelste camera. You ready? Je mag het ook met die lepel doen hoor. Ja. Ready, steady, go. Ta! In takangami toch, moet ik dat samen gaan we dat tararantan, tan tan doen. Tarantan, tan tan. Ja. ik ben een slechte zin. Is niet erg. Is niet erg, maar gewoon schreeuwen in de camera. Tat tararantan. We gaan beginnen. 1, 2, 3. Tat tararantan, tan tan. Tan tan. Tan tan. Ten en ten, ten en ten. Ten ten ten. Next. Ik heb een andere partner. Dan was je diep teleurgesteld. Zo boos dat ik toen heb gezegd. Nou, nu ben je stom verbaasd. Had je ook zoveel leef wachten? Equipment. Speciaalzaak voor al uw zwaar materieel, onderdelen van alle merken en modellen. Nu uit voorraad leverbaar, hydraulische pompen en onderdelen, swingmotoren en onderdelen, trekkettingen en werkstukken, final drives en onderdelen, maar ook complete machines en overhaulkits. Sprockets, startermotoren, graafbakken en buckettanden. Wier Equipment heeft ook bushings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en seal skids, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders. Onderhoud is behoud. Kies voor de specialist. Wheel Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859, 551860.